Deze video gaat echt heel, heel, heel veel disclaimers bevatten. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik wat kwijt. Vandaag gaan er wat dingen door mijn hoofd van de afgelopen weken, maanden, jaren misschien wel. En leek me een goed idee om dat in een video aan jullie te vertellen. En ja, te kijken wat jullie ervan vinden. Het gaat namelijk om een discussie die ik al jaren heb moeten voeren. Heel erg vaak. En ik denk dat ik niet de enige ben die deze discussie vaak heeft moeten voeren. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die er misschien ook wel moe van zijn. Misschien kunnen we samen onder deze video ook commenten en vertellen hoe we ermee omgaan en hoe, ja, wat voor tips je hebt voor elkaar. Want ik denk dat dat wel heel erg nuttig is. Waar heb ik het eigenlijk over? Ik heb het over de discussie over mensen die meer dan gemiddeld veel sporten en gezond eten en tegelijkertijd geen extreem overgewicht hebben. En dit wordt over het algemeen door mensen die niet die behoefte hebben gezien als onzekerheid, ontevredenheid en haat voor je eigen lichaam en uiterlijk. Oké, eerste disclaimer. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die wel in deze categorie vallen, maar niet iedereen. En daarom maak ik nu deze video, omdat ik het een beetje zat. Er hangt namelijk zo'n grote wolk boven sporten en gezond eten die doet vermoeden dat mensen die zichzelf niet accepteren, hun lichaam niet mooi vinden en die ontevreden zijn over hun uiterlijk, dat die mensen, en ik quote even de mensen die dat zeggen, die drang hebben om dus veel te sporten en gezond te eten. Ja, zo raakte ik laatst weer verwikkeld in een discussie waarin ik op een feestje zei dat ik het niet te laat zou maken omdat ik de volgende ochtend vroeg een yogales had. En dat ik ook om die reden niet de hele tijd wilde gaan snacken en alcohol drinken, want dan was ik niet fit de volgende ochtend. En toen kwam de opmerking: wat is er mis met jezelf accepteren? Voordat ik zeg maar reageer, gaan er al zoveel dingen door me heen en rollen mijn ogen al 600 keer zonder dat ik dat echt laat zien aan de persoon. Maar ik dacht alleen maar, hier gaan we weer. Weer iemand die enkel sport en gezond eten koppelt aan je bent ontevreden, je schaamt je voor je lichaam of je bent gewoon niet blij mee. Je zult wel ontevreden zijn over je uiterlijk. En natuurlijk, nogmaals de disclaimer, begrijp ik dat er talloze mensen zijn die dat wel hebben, die wel vanuit die staat eigenlijk sporten en gezond willen eten. Wat gezond dan ook mag zijn in die termen. Maar er zit zo'n belangrijk verschil tussen die twee kanten. Bij de ene groep wordt het namelijk gedaan uit een negatieve staat. Dus uit walging, uit ontevredenheid, uit schaamte. In ieder geval een negatief gevoel over je uiterlijk, misschien ook wel jezelf, maar het is een soort van ontevredenheid die ervoor zorgt dat je denkt dat je blijer gaat zijn met jezelf als je dus meer en meer gaat sporten en heel erg op je eten gaat letten. Terwijl het bij de andere groep wordt gedaan uit een positieve staat. Een gevoel van fitheid, dat je je energieker voelt, dat je beter slaapt, dat je beter met stress kunt omgaan. Het gevoel dat je een sprintje kunt trekken wanneer dat nodig is. Of dat je zware dingen in je huis kunt verzetten als je dat wilt. De lift is kapot, dus we moeten 5 verdiepingen de trap lopen. Dat je dat allemaal aan kan. Dat je gewoon heel comfortabel en fit voelt binnen je eigen lijf. En dat je dus je lichaam wilt voeden omdat je van je lichaam houdt. Omdat je dus jezelf accepteert. En dat is een kant die eigenlijk voor mijn gevoel vaak niet eens wordt gezien. Door mensen die dus niet veel sporten of gezond eten. Mensen die dat wel doen, die begrijpen dat. Mensen die dat niet begrijpen, die doen dat dus zelf ook niet. Die sporten ook niet zo regelmatig en die eten ook niet per se heel gezond of voedend voor hun lijf. En die denken vaak, wow, je moet je lichaam echt wel haten of je moet wel echt ontevreden zijn over jezelf. Wil je dus om 7 uur 's ochtends een yogales gaan doen? Wil je dus gaan hardlopen door de regen? Wil je dus, kom op zeg, weet je wel, accepteer gewoon jezelf. Dat is vaak het gevoel wat ik krijg bij dit soort discussies. Nu heb ik het geluk dat ik al zo lang hiermee bezig ben en zoveel denkprocessen allemaal heb beschreven en uitgewerkt. Ook in mijn boek trouwens, op mijn site. Waardoor ik
best wel sterk in mijn schoenen sta als ik dit soort discussies moet voeren met mensen. Omdat ik weet waarom ik het doe. En ik weet dat dat interne drives en motivaties zijn die mij dit laten doen. Ik doe het voor niemand anders op deze aarde dan alleen maar voor mezelf. Dus ik doe het niet voor mijn vriend nu. Ik doe dit al 8 jaar en ik ben ook single geweest in de tussentijd. Ik doe dit niet voor mijn familie. Ik doe dit niet voor mijn vrienden. Ik doe dit niet omdat ik online mezelf post en whatever. Ik weet waarom ik het doe. En daarom kan ik deze discussies ook aan. Maar er zijn talloze mensen die fragieler zijn in dat opzicht. Ik krijg bijvoorbeeld ook vaak de opmerking van... Maar je ziet er al goed uit. Dan denk ik... Maar wie zegt dat ten eerste ik het doe omdat ik er beter uit wil zien? Dat is een bijkomstige factor die ik trouwens heel erg fijn vind. Dat ontken ik niet. Maar dat is niet de interne drive. En ten tweede... Waarom moet het uitmaken of jij vindt dat ik er goed uitzie? Of dat mijn vriend vindt dat ik er goed uitzie? Of dat de wereld vindt dat ik er... Dat moet helemaal niet uitmaken. En dat maakt in mijn geval ook helemaal niet uit. Dus wat is dat voor argument dat je zomaar naar iemand gooit? En ik snap echt dat het vaak lief is bedoeld. Van, ach, weet je wel, je bent prachtig. Waarom, je hoeft niet zo hard te sporten. Je hoeft niet zoveel op je eten te letten. Maar wie zegt dat dat puur en alleen is om je uiterlijk en dan ook nog eens zodat anderen benoemen dat je er goed uitziet. Dus dat je denkt, oh, jij vindt dat ik er goed uitzie? Dat was mijn doel. Oké, als hij en hij en hij en zij en zij en zij ook vinden dat ik er goed uitzie, dan stop ik met dit hele gebeuren. Waar ik nog even op terug wilde komen is toen ik op dat feestje was en die discussie aan het voeren was... En op een gegeven moment zei ik dat je die tweede groep die ik beschreef, dus dat je doet vanuit positieve staat, die zul je ook vaker vinden op feestjes en events en zo. Omdat ze van zichzelf houden, ze zelf een leuke tijd ook gunnen, maar ook bewust kiezen voor een balans. Dus wanneer wel, wanneer eventjes niet. Omdat de balans is waar je gelukkig van wordt, in mijn geval. Dus ik word niet gelukkig als ik alleen maar let op wat ik eet en alleen maar veel wil sporten om dan een bepaald uiterlijk of zo te behalen, dan ga ik niet naar een feestje of zo. Want dat zit alleen maar in de weg van mijn doel. Mijn doel is eigenlijk om te genieten van het leven, maar wel te ontwikkelen. En dat wel te doen vanuit een staat van dat ik mezelf accepteer. En dat ik hou van mezelf, dat ik hou van mijn lichaam. Dus welke groep zou je dan eerder vinden op een feestje? Waarom sta ik nu op dit feestje, zei ik toen, met een wijntje in mijn hand? Dat zegt toch al eigenlijk dat ik mezelf dit gun? Zou ik hier zijn als ik tot die eerste groep hoorde? Misschien wel, maar waarschijnlijk niet, denk ik. Meestal niet. Jezelf accepteren gaat namelijk heel goed gepaard met streven naar verbetering en ontwikkeling. Jezelf accepteren kan namelijk betekenen dat je jezelf ontwikkeling gunt en van je lichaam houdt. En dat je er daarom goed voor wilt zorgen. En sinds wanneer is gezond eten en sporten iets wat we tegen moeten houden? Dan komt een hele belangrijke disclaimer. Die kant bestaat ook absoluut. En de enige persoon die daar verandering in kan brengen is jijzelf. Als jij op het randje zit of als jij dat ervaart. Dan is het denk ik heel belangrijk om na te gaan of je gelukkig wordt van de dingen die je doet. Of je gelukkig wordt van het eten wat je eet. Of word je er misschien angstig van. Of denk je, oh, ik moet weer eten, wat moet ik eten? Er zijn zoveel keuzes en straks word ik er dik van, straks word ik er moe van, straks bouw ik niet genoeg spieren op. Dat je dat stressgevoel krijgt bij elk eetmoment. Ga je met plezier sporten of is het elke keer een moeten omdat je jezelf of straft of vindt dat je niet goed genoeg hebt gegeten of de dag ervoor goed genoeg hebt gesport, dat je steeds moet compenseren, dat je alles doet vanuit een soort van negatief gevoel over jezelf, over je leven, dat je niet goed genoeg voelt, dat je niet gelukkig bent en dat je dingen afslaat omdat je vindt dat je het niet verdient. Of dat je niet naar een feestje gaat, want je denkt, nee, er staart en zo en dat wil ik allemaal niet. En ik verdien het ook niet, want ik heb ook niet hard genoeg mijn best gedaan, bijvoorbeeld. Dan zou ik alles vergeten wat ik hiervoor heb gezegd, want dan bevind je in een hele, hele andere staat. En dan zou ik je willen adviseren om een aantal artikelen te lezen die ik hier onder de video zou linken, die heel erg ingaan op hoe ik het persoonlijk heb ervaren en hoe ik eruit ben gekomen. En mocht je iemand zijn die iemand anders kent die daar misschien in zit, dan zou ik dat heel voorzichtig aanpakken en geen argumenten erin gooien als je ziet er al goed uit en doe van normaal en stel je niet zo aan en waarom accepteer je jezelf niet. Want daarmee drijf je de ander alleen maar meer weg, meer in een isolement. Ik weet alleen van mezelf dat het vaak twee verschillende kanten kent. Dus de kant dat je het doet vanuit een positief gevoel en de kant dat je het doet vanuit een negatief gevoel.
gevoel. En ik heb deze video gemaakt omdat ik vaak een beetje moe word. Dat ik benaderd word als iemand die alweer zo'n meisje is. Die bezig is met haar uiterlijk en het sporten en het gezond eten. En gewoon nooit meer iets leuks doet. En ja, gewoon waarschijnlijk heel ontevreden is en onzeker is. Terwijl dat niet altijd het geval hoeft te zijn. En ik juist heel erg vind dat ik de balans heb gevonden in het leven. Wat betreft eten, sporten, gelukkig zijn, sociaal leven. Soms dan tipt dat een beetje over. En dan word ik onrustig en een beetje huilerig en zo. En dan weet ik gewoon aan welke kant er iets ontbreekt en waar ik weer aan moet werken. Ik ken mezelf inmiddels. Ik zeg niet dat ik soort van de alwetende ben. Maar ik zeg wel dat ik hier al meer dan 8 jaar me in heb verdiept. En niet alleen maar in de sport en de voeding. Maar ook in alles wat je in je hoofd bevindt. En dit is vaak de belangrijkste indicator van wat je doet met je leven. Als het in je hoofd oké is. En oké bedoel ik acceptatie, zelfliefde. Dan ga je alles in het leven benaderen vanuit die staat en zul je zien dat je veel verder komt. Veel verder qua sociale leven, veel verder in je werk, veel verder in sport, voeding, voor jezelf zorgen. Omdat je van jezelf houdt en je wilt jezelf vullen met de dingen die jij leuk vindt. En als het negatief is, dan is alles gevaarlijk, straf, angst, boosheid en ontevredenheid. Dat is mijn visie erop. Iedereen kan natuurlijk een andere visie hebben. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijk verhaal. Het kan zijn dat jij een hele andere kant hiervan kent. Misschien bij jezelf, bij iemand waar je heel veel van houdt. En alles wat ik nu zeg tegen jou, dat je dat helemaal verkeerd opvat en denkt, ja, sorry hoor, maar er zijn zoveel andere kanten die zo negatief zijn. En ik belicht nu een soort van de kant van dat het positief is. Misschien wel mensen stimuleer om door te zetten hierin. Omdat ik hen misschien wijs maak dat het positief is. Maar ja, weet wel, ik kan als persoon die YouTube filmpjes maakt en artikelen schrijft nooit 100% alles en iedereen dekken. Als ik niet daartussendoor mijn mening geef en mijn ervaring deel. Dus ik weet heel goed dat er heel veel verschillende kanten zijn. Ik krijg talloze berichten van meisjes waardoor ik ook weet dat er verschillende kanten zijn. Dit is één kant die ik toch wel graag eventjes op video wilde benoemen. Hieronder link ik in ieder geval artikelen waarvan ik denk dat ze nuttig zijn. Waar ik wat dieper in ga hierop inga. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Ik hoop dat ik je volgende week woensdag weer zie op mijn YouTube kanaal. Met weer een gloednieuwe video over God knows what. En ja, maak er een mooie dag van. En ik zie je volgende week. Oh ja, vergeet me niet volgen op Instagram. Abonneren op YouTube kanaal. Jeetje, ik vergeet dat hele riedeltje bijna. En like deze video, want ik heb gehoord dat dat heel goed is voor mij, voor mijn YouTube kanaal. Anyway, ik hoop dat ik je volgende week woensdag weer zie op mijn YouTube kanaal. Heb een hele fijne dag en tot snel. Doei!